Like deze video sneller dan dat ik in de fontein spring. Dus Brookhaven zou vandaag een update krijgen. Maar die update is dus niet geweest. Want er is niks nieuws. Maar oké, het wordt nu al donker. Ik ben net gejoined. Oké. Nou, vandaag was er een update verwacht in Brookhaven. Maar die is dus niet gekomen. En ik heb geen idee waarom niet. Het is letterlijk zaterdag. En altijd komen de updates op zaterdag. Dus ik heb geen idee waar de update is. Maar vandaag heb ik eindelijk iets gevonden waar ik de grootste geheim van Brookhaven kan oplossen. En deze filmpje heb ik letterlijk random gevonden. Dus laten we dit gaan snel kijken. En dit geheim wist je waarschijnlijk ook niet. Want dit is een van de grootste geheimen en moeilijkste om op te lossen. Dit heeft namelijk iets te maken met de laptop. Maar laten we snel beginnen. Oké, dus ik heb hier een filmpje die zegt dat ze een nieuw geheim heeft gevonden op TikTok, zoals jullie kunnen zien. Oké? En de meeste geheimen op TikTok zijn best wel goed. Dus laten we checken. Dus eerst gaat ze naar de school toe. Maar ze gaat niet zomaar naar de school toe. Ze klimt op de school. Oké, ik ben best wel dicht bij de school. Dus laten we eerst naar de school toe gaan met een step of een skateboard. Welke is leuker? Welke vinden jullie leuker? Een step of een skateboard? Ik ga voor deze keer toch voor de skateboard. Oké, laten we deze kant op gaan. En laten we... Ze ging volgens mij deze kant op. Oké, en dan heb je hier van die dingen waar je op kan klimmen. Oké, en dan zijn we erop. Oké, en dan zijn we op het school. En dan zou ze hier iets moeten vinden of zo. Ik heb geen idee wat ze hier zag, maar laten we checken. Oké, dan gaat ze op de dak. Oké, en dan is ze weer terug bij de spawn. En dan gaat ze naar een huis toe. En dan spant ze dit huis hierin. Oké, wacht, wat? Ze ging ergens hierheen en opeens random was ze bij de spawn. Volgens mij is het hier... En oh my gosh, wat? Oké, en toen ging ze volgens mij die kant op en ze ging een huis inspannen. Oké, dit is best wel raar tot nu toe, maar dit zou een van de grootste geheimen zijn. Zij ging naar die huis toe, maar hier staat al een huis en die is van Emma. Oké, helaas moeten we een nieuw huis pakken. En welke huis was dat ook weer? Volgens mij was het... dit huis hier. Ja, dit is de huis hier. Oké, laten we hem inspannen en laten we checken wat we in deze huis moeten doen. Want ik heb geen idee. Ik heb deze huis nog nooit volgens mij in gebouwd. Oké, dus laten we deze bouwen. Oké, hij wordt gebouwd. Maar wat moeten we daarna doen? Dus laten we checken wat op de TikTok het meisje doet. Oké, ze bouwt het huis. Daar gaat ze in... Wow, dit gaat snel. Oké, ze gaat naar het geheim. Oké, ze gaat naar het geheim. En wat doet ze bij de zolder? Oké, ze pakt de klauw en dan opent ze haar laptop. Oké, dus we moeten in het huis gaan. En oké, we moeten naar het geheim gaan. Oké, hier is het geheim. Laten we hem open doen en laten we hier naar boven gaan. En hier zijn we dus bij de Robux-kluis. Als jullie nog niet wisten, hier bij dit huis is hier de Robux-kluis. En ik ga mijn eigen Robux niet pakken, want het is niet zo slim om mijn eigen Robux te stelen. Maar laten we checken. Oké, dit is de klauw die we moeten hebben, oké? Die ligt hier. En dan moeten we onze laptop pakken. En deze geheim is een van de grootste geheimen. Want dit heeft te maken met de laptop. En voor heel veel geheimen moet je je laptop nodig hebben. Als jullie weten, dan komt er iets te staan. Als je even wacht, dan staat er een sink. Gevaal. En in deze video, gelooft of niet, gaan we de sink eindelijk connecten. Verbinden dus. En... ja, dit gaan we dus letterlijk nu doen. Maar waar ging ze daarna toe? Want oké, ze gaat naar het huis. Daarna, voor de volgende stap, moet ze naar... waar gaat ze heen eigenlijk? Gaat ze nou... oh, ze gaat naar de kerk. Oké, en ze klimt volgens mij op de kerk. Oké, en dan... oh my gosh, wacht, wat? De knop gaf licht. Wacht eens even. Oké, dus de knop gaf eindelijk licht. Ik heb eigenlijk nog nooit gezien dat die knop licht geeft, om eerlijk te zijn. Dus laten we snel daarheen gaan. En laten we naar de kerk gaan, want daar is een boomhut, oké? En laten we naar de kerk gaan en kijken of de knop letterlijk licht geeft. Oh my gosh, we gaan hierheen, we gaan hierheen. Er is een boomhuis daarnaast, oké. Maar we moeten hierop klimmen. En de enige manier is om een ladder te pakken, oké? Dus laten we een ladder pakken. Waar is mijn ladder? Oké, hier is mijn ladder. Kunnen we met de skateboard letterlijk op de ladder gaan? Kan het? Oh my gosh, het kan gewoon. Dan zouden we op de dak moeten gaan en de knop schijnt niet. Maar als wel nu... no way! Wacht, we kunnen de knop nu letterlijk... ah, oké, wacht. 3, 2, 1. Oh my gosh, we hebben de knop eindelijk aangekregen. Dit heb ik al geprobeerd sinds ik Brookhaven voor het eerst ben aan het spelen. Of tenminste, sinds ik de geheimen ken. Heb ik deze knop al sinds het begin willen aankrijgen. En eindelijk is het me gelukt. Maar oh my gosh, dan ben ik wel benieuwd. Wat doet ze er nou? Oké, ze gaat naar... wat? Wacht eens even, ik moet terugspoelen. Wacht, ze gaat in de kerk. En... dan gaat ze op deze ding staan. Wat? Oké, wacht eens even. Ik leer zoveel dingen. Oké, wacht. We moeten in de kerk gaan. En dan zouden we geteleporteerd kunnen worden. Wacht eens even. We gaan... waar? Dus we gaan hierop. En... moeten we dan...
Wat moeten we dan doen? Moeten we eerst deze inspannen en dan hier... Oh, wat? Wat, hier is een knop letterlijk. Wacht. No way. Oké, ik ga deze knop drukken voor het eerst in mijn leven, oké? 3, 2, 1. Oh my gosh. Wat? Het werkt ook gewoon. Oh my gosh. En nu zijn we geteleporten naar een van de hoogste punten in Brookhaven. Dit is letterlijk een van de hoogste punten in Brookhaven. Tenminste, die boom is denk ik dan iets hoger. Maar nu ben ik toch benieuwd. Waar moeten we hierna heen gaan? Want het is nog niet afgelopen. Oké, ze pakt haar laptop erbij. En wat gebeurt er dan? Even kijken. Oh, verbonden? Wacht eens even. Connected. Dat betekent verbonden. Oké, dus ik pak mijn laptop erbij. En dan zou er verbonden moeten staan. Oké, laten we kijken. Oh, no way. Connected. Dat betekent letterlijk verbonden. Dus nu zijn we letterlijk verbonden met de sink. En de sink is verbonden met de kristallen van Brookhaven, als jullie dat nog niet wisten. Dus laten we ervan afspringen. Oké. Okay. En de kristallen. Oké, de kristallen hebben met de sink te maken. Maar waar liggen de kristallen dan? Oh nee, mijn Robux is zojuist van mij gepakt. Oh man. Maar dat maakt niet uit. Want we gaan nu naar de kristal waar we de sink kunnen verbinden. Dus laten we dit gaan doen. En dit is letterlijk de eerste keer dat ik dit ga proberen. We gaan naar de penthouse appartementen. En we moeten een huis kiezen. Oké, ik heb al een huis. Oké, dus nu we de laptop letterlijk hebben geconnect. Jullie weten al waarschijnlijk wat er in de appartement is. Oké, laten we... Waarom... Kom op, ik heb al een huis. Oké, let's go. We gaan het doen. We klikken op appartementen. En we gaan... welke was ook weer met de kristallen? Wacht eens even. Ik ben het letterlijk vergeten. Was het deze misschien? Ik denk dat het deze was. Ik vergeet het altijd, maar was het deze? Oh ja, dit was hem. Check dit. Deze heeft de kristallen. Oké, ze laden nog letterlijk niet. Oh, daar zijn ze. Oké. En we hebben nu de laptop waarop staat dat het verbonden is. En dit zou dus zorgen dat we deze kristallen kunnen aandoen. En wat als je dan op de kristallen klikt? 3, 2, 1. En... Wacht, zou er dan... Er zou dan iets moeten gebeuren. Herinner jullie dat je dan letterlijk rechtsboven een melding krijgt dat het gesynct probeert te worden. Maar als ik er nu op klik, dan gebeurt er niks. Zou dit te maken hebben met de andere kristallen die nog moeten gevonden worden in Brookhaven? Of misschien weet jij het. Waarom zouden deze kristallen dan nu niet werken? En wat moeten we nu doen nadat dit is geconnect? Want dit is letterlijk een van de grootste geheimen in Brookhaven. En mijn laptop is nu letterlijk blauw. Wat? Waarom is mijn laptop blauw? Oh my gosh, mijn wifi is letterlijk weg. Wat? Oké, ik denk dat ik letterlijk een van de grootste geheimen bijna heb ontdekt. En Brookhaven dacht gewoon... nee, je mag ze niet ontdekken. Maar laat me weten of jullie weten wat er dan gebeurt nadat je de laptop letterlijk hebt verbonden. En dat moet doen, want ik moet nu letterlijk alles opnieuw doen. Oké, Brookhaven, serieus dat je me letterlijk wifi weghaalt voordat ik de grootste geheim letterlijk heb ontdekt. Oké, like en abonneer en misschien probeer ik het opnieuw.